Er is een visie aangenomen. Was het nodig dat die visie er kwam? Ja, klaarblijkelijk wel. Er was op een gegeven moment een motie ingediend door het CDA... die het college opriep om zeg maar, een plan te ontwikkelen voor bergen. Een beetje van de oude caravanstalling tot aan de Ovonde. En op basis daarvan heeft het college nog eens goed gekeken. Zij hebben we niet eigenlijk langs die hele N271 binnen onze gemeente een aantal uitdagingen liggen waar we ze wat zouden moeten vinden. Dus vandaar dat we uiteindelijk dat onderzoek in opdracht hebben gegeven en daar is die visie uitgekomen. Ja, kijk, we hebben er zelf om gevraagd. En de ontwikkelingen die aan de 271 zitten, die moeten een beetje structuur krijgen. En met zo'n visie kan dat. Van het waren, in het verleden kwamen er allemaal initiatieven en er was geen beleid. Nou, Kern heeft de beleidsvisie niet ondersteund. Omdat Kern vindt, als je een beleidsvisie maakt over die N271... vloeit eigenlijk vooral voort uit de strategische regenvisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar. Deze beleidsvisie die is eigenlijk... is die tot stand gekomen enkel alleen door de gemeente Bergen. En het begon met van, goh, maken ze een visie op de poort van Bergen, voor de Bergenaren beter bekend. Het stukje van de tramhalte, de pottenbakker, tot aan de Chinees. Maar ja, uiteindelijk, het college zegt, we maken een integrale visie op de N271. En neemt daar in, eigenlijk in hun visievorming heel veel ruimte om allerlei andere plannen er zo dadelijk ja, zeg maar bijna doorheen te gaan drukken. Ben je niet bang dat een visie, net als een vorige visie, verdwijnt in een la? Nee, want alle partijen behalve Kern eigenlijk zijn voor. Maar ook Kern is voor woningbouw. Dus er is zoveel druk in de gemeenteraad om meer woningbouw te krijgen, dat er zeker wat gedaan wordt met deze visie. Kijk je naar woningbouw, de Lammerskamp die viel vanavond tijdens de vergadering een aantal keren. Nou, er is nu heel nadrukkelijk van gezegd, dit kan wel, dat kan niet. En daarbinnen ligt er nu een initiatief bij een eventuele ontwikkelaar om te kijken of die daar wel of niet brood in ziet. Dus je ziet dat er eigenlijk een ruimtelijk kader wordt neergelegd waarbinnen je verschillende initiatieven straks kan toetsen aan een totaalbeeld wat je eigenlijk langs die weg wil hebben. Ben je dan niet bang dat de kadering misschien ook wel voor belemmering zorgt? En dan denk ik even aan woningbouw. Dat daar... Nee, dat hoeft niet altijd slecht te zijn. We hebben niet voor niets ook met z'n allen gezegd dat we bepaalde dingen qua bouw wel willen, bepaalde dingen qua bouw niet. Er wordt natuurlijk veelvuldig, met name in deze raad, oproep gedaan om te bouwen, te bouwen, te bouwen. Daar waar Kern toch al heel lang vraagt van, goh, schiet nou eens op met het ontwikkelen van die Lammerskamp in Wel, zodat daar woningbouw gecreëerd kan worden. Tot ook mensen, vooral jeugd, in Wel kan blijven. Wat een, ja, zeg maar een heel, ja, heel grote noodzaak is voor het stuk leefbaarheid. Is de gemeente al jarenlang eigenlijk deze zaak aan het traineren en houdt het vooral deze ontwikkelingen tegen. Ja, nu tijdens deze vergadering geeft de wethouder ook weer aan van, kom, hij is bezig met ontwikkelingen in Wel, maar wil vervolgens niet zeggen welke. Hij zegt zeker niet dat hij bezig is met de Lammerskamp. Dus dat schept nog meer onduidelijkheid en nog meer eigenlijk de argwaan van ons van, goh, de wethouder of het college hebben hun eigen plannetjes en deze visie die komt dan heel goed uit, want daarmee kunnen we ons eigen plannetjes mooi er doorheen drukken en de raad staat zo dadelijk buitenspel. U gaf ook aan dat u binnenkort met goed bouwnieuws voor Wel komt. Wat mogen we verwachten? Nou, dat hoort u dan binnenkort. Verdwijnt deze visie niet ergens in een la onderop? Daar gaan we niet vanuit. Het past in meerdere visies die we hebben. We willen Bergen gewoon een mooi stukje maken. En het visitekaartje is die 271. En dat gaat ons zeker lukken. Uw collega-wethouder van u heeft onlangs nog gezegd dat er een programma is aangenomen om tot visies in de la te verdwijnen. Nou, dan moet u dan mijn collega over interviewen. Ik zit daar iets anders in. Kijk, je kan natuurlijk ook zeggen, een visie is een beeld wat uiteindelijk als een kadering werkt voor initiatieven die eronder liggen. Kijk je naar de N271, dan ligt daar een veelheid aan kansen. Maar die veelheid aan kansen, die moet uiteindelijk wel partijen vinden om daarmee aan de slag te gaan.